over werken met een arbeidshandicap. Welkom in deze eerste aflevering van Inclusief Wablief. Vandaag ben ik in Kortrijk bij Piet de Vos, die vanuit de blik van een ervaringsdeskundige met ons in gesprek gaat over meer inclusie op de arbeidsmarkt. Als opwarmer, Piet, wat zijn de eerste drie woorden die spontaan in jou opkomen bij het woord inclusie? Samen, gedreven en contact. Samen, gedreven en contact. Oké, mooi. Ik ga die nog een beetje laten zinken. Misschien komen die straks nog wel terug in het gesprek. Bij wijze van kennismaking, wat mogen de luisteraars over jou weten? Ik ben 38. Ik ben volledig blind sinds mijn vijfde. Dus dat is al een behoorlijke tijd. In het dagelijks leven werk ik als freelancer. Ik ben eigenlijk schrijver, hoofdzakelijk. Maar ik werk dus in de culturele sector, zou je kunnen zeggen. En om daar inclusie te bevorderen, dat doe ik dus vaak door artikelen over kunst en handicap. Maar bijvoorbeeld ook door vorig jaar, ja, 2021, heb ik samen met Tonia Indenkleef een tentoonstelling gecureerd in Brugge en Leuven over de geschiedenis van blindenonderwijs in ons land. Dus dat was ook de eerste keer dat ik een tentoonstelling cureerde, hoor. Maar ik vond het heel leuk om te doen. Dus het gaat vrij breed tegenwoordig. Dus ik vind het echt leuk om met veel verschillende media en zo te werken. Maar mijn hoofdbezigheid is schrijven. Oké, fijn. En jij bent ook, mag ik toch wel zeggen, ook activistisch van aard, hè? Ja, absoluut. Dus ik ben eigenlijk al best lang ook activist als het om de rechten van mensen met een handicap gaat. Ten eerste ook als vrijwilliger bij GRIP. Maar ook hier in Kortrijk ben ik bestuurslid van de adviesraad voor personen met een handicap. Dus op heel lokaal niveau, zal ik maar zeggen, met de poten in de modder proberen iets voor te veranderen. En dat kan soms heel moeilijk zijn, heel traag gaan en zo. Maar fijn, goed, we zetten onze schouders onder en dan kijken we wel hoe ver we komen. Dus dat probeer ik zeker te doen. Dat activisme heeft er altijd wel in gezeten. Ook al in mijn schrijven, hoor. Maar ik vind het ook wel leuk om het op een direct niveau, vrijwilligersniveau te doen met mensen. Vind ik ook wel heel fijn, eigenlijk. Ja, en ook podcasts maken zijn jou niet vreemd. Nee, dat klopt. Ik ben nu zelf een serie aan het maken, De Windstoot. Over macht en kwetsbaarheid in literatuur. Hè. Literatuur is toch wel waar ik echt mijn hart heb verloren. En dus daar praten wij ook heel veel over. Ziekte, handicap komt daar vaak aan bod, maar ook wel racisme of andere machtsrelaties, hè, waar discriminatie vaak een rol speelt. Dus op die manier. Ja, dat zou ook een vorm van activisme kunnen noemen. Ja. Zeker. Ja, de insteek van deze podcast is meer bewustwording kweken voor het belang en de meerwaarde van een inclusieve arbeidsmarkt. Hoe kijk je zelf naar de positieve impact van meer diversiteit? Die is natuurlijk enorm. Ik bedoel, ten eerste denk ik dat diversiteit is gewoon een gegeven. Voor mij is gewoon duidelijk dat, eigenlijk om het even welk aspect van onze identiteit, dat er altijd een heel breed spectrum op zit. Of het nu over gender gaat, over jouw etniciteit, over meertaligheid, of dus ook over lichamelijke of mentale diversiteit. Dat is gewoon een heel spectrum. Of we dat nu willen of niet, dat is altijd een regenboog. Dus ik denk dat we dat veel meer gerepresenteerd zouden moeten zien op bijvoorbeeld op de arbeidsmarkten. Dan is dat voor mij alleen maar een positief verhaal, omdat je dan ten eerste een betere afspiegeling hebt van je maatschappij. Hè? Maar ook dat je gewoon allerlei mensen bij elkaar brengt die, hoe moet ik dat zeggen, allemaal met hun eigen kracht en zwaktes en op die manier elkaar ook aanvullen.
En dat is werkelijk ja, de kern van inclusie volgens mij. Dus ik zie er eigenlijk alleen maar voordelen van. Maar helaas is niet iedereen het daarmee eens. Nee, maar ja, dit project heet Go for Diversity. De bijhorende website is www.gavoordiversiteit.be. Maar het woord diversiteit, daar hangt nog wel wat spraakverwarring rond, heb ik de indruk vaak. Hè? Want meestal als ze spreken over diversiteit, denken ze niet echt na over handicap. Nee. En als je het woord inclusie hoort vallen, dan gaat het bijna uitsluitend over handicap. Is dat ook hoe dat jij dat ervaart? Ja, absoluut. Hè. Dus je bent volledig mee eens. Terwijl ik denk dat het dus twee andere, eigenlijk twee elkaar aanvullende begrippen zijn. Dus diversiteit is wat je hebt, denk ik, en inclusie is wat je ermee doet. Dus, maar ja, het is wel zo dat het, ik ben het volledig met jou eens, dat de spraakverwarring er wel is. Ik herinner mijzelf, ik heb toch een, ja, wat is het, 8 jaar of zo in de academische wereld gewerkt als onderzoeker en docent. In, onder andere aan de Universiteit van Groningen in Noord-Nederland. En dan kreeg ik op een gegeven moment een enquête over diversiteit op de werkvloer. En ja, daar kwamen alle mogelijke aspecten van diversiteit aan bod, behalve handicap. En sterker nog, wat wel logisch hiermee samenhangt, ze was ook totaal ontoegankelijk. Dus er was maar één leesvorm. Het was voor mij eigenlijk dus al niet in te vullen. Dus het was gewoon een blinde vlek, zo simpel was het. Je hebt dan wel op tafel geklopt. Absoluut. En dan, dus het was eigenlijk dus via de computer, maar het was een ontoegankelijke website. En toen kreeg ik als reactie, ja meneer, dat is geen probleem, print het uit, u mag het ook met de pen invullen. Oh ja. Dat was de reactie. Dus ik dacht, ja, oké. Okay. Dus vrij ernstig. Oké, maar je hebt nu al een beetje, alleen een beetje aangeraakt wat jij zoal in je carrière hebt gedaan. Dus ik vroeg me af, neem ons eens mee op je carrièrepad. Ja, ik klink nu bijna als ik een soort carrière-tijger ben. Maar het is wel zo, ik heb ja, een redelijk klassieke carrière gehad in de academische wereld. Dus nou, ik heb hier in Antwerpen eerst de vertaalopleiding gevolgd. Maar ik wilde graag wat meer theoretische achtergrond. Dus ik ben dan naar Leiden getrokken in Nederland. En daar literatuurwetenschap gestudeerd. Dat was een onderzoeksmaster. Eigenlijk al met het idee van, oké, ik wil graag mijn doctoraat gaan doen. En dus ik heb toen gesolliciteerd op verschillende plekken voor een, want dat is eigenlijk al een baan. Dus dan doe je 4 jaar onderzoek, maar dan, dan word je daar wel voor betaald. En vaak geef je dan ook wel wat les en zo. Hè. Je hebt dan andere taken als doctoraatstudent dan alleen maar je onderzoek. Dus ik had gesolliciteerd in Leiden zelf, maar ook in Groningen. En uiteindelijk werd het Groningen. Ik heb daar mijn onderzoek, dus mijn boek geschreven voor mijn doctoraat. Maar ik heb daar ook een aantal jaar les gegeven. Dus van eigenlijk echt eerste bachelor tot op masterniveau. En dat waren dan eigenlijk vooral literatuurvakken. Dus dan moet je dat zien vooral als Frans en Spaanstalige literatuur. Want dat is mijn achtergrond, ik ben romanist. En ja, daar liep het al wel een beetje ten einde in 2015. Ik was toen, even denken, 32. Gewoon omdat er, ja, er waren veel besparingen op de universiteit en zo. Dus ik ben daar tijdelijk zelf vertrokken ook. Ik zag daar niet veel toekomst. En ik heb toen nog een postdoc gedaan. Dus een extra jaar specialisatie in Montreal. Dus in Canada. Dat was een bijzonder jaar. Ook wel pittig, moet ik zeggen. Dus dat was, dan ging ik als blinde persoon dus alleen een jaar in het buitenland gaan werken. En dat was toch wel even wat anders dan in Nederland gaan. Dus dat heeft wel zijn uitdagingen meegebracht. Ik kan daar gerust wel meer over vertellen. Maar in ieder geval, dus na dat jaar, ik heb er toch op de rand van een burn-out gezeten. En toen heb ik wel besloten van, oké, werk nu wel nog verder in die rat race. Want dat is het toch wel, die academische wereld. Naar een volgende postdoc, weer een kort contract, et cetera. En toen heb ik wel bewust besluit genomen van nee, ik ga freelancen. Ik ga meer kijken van zelf kiezen wat ik
wil en kan doen. En die, ja, die ongelooflijke prestatiedruk en publicatiedruk van de academische wereld achter mij laten. En dat heb ik dus sinds 2017 gedaan. Dat okay. Freelance, ja. En op welke obstakels ben je gebotst onderweg? Ja, dat is... er waren zeker wel obstakels. Aan de andere kant denk ik wel dat de academische wereld tot op zekere hoogte open staat voor diversiteit. En dus ondanks dat verhaal wat ik net vertelde van die survey, maar over het algemeen vind ik wel dat de academische wereld goed meebeweegt met die diversiteit. Dus als ik voor mijn sollicitatiegesprek als doctoraatstudent ging, dan werd mij wel gevraagd van meneer De Vos, wat heeft u nodig als wij u zouden aannemen? Wat kunnen wij voorzien? Van hulpmiddelen en dergelijke, dat werd dus wel expliciet gevraagd. Maar verder ging het toch vooral over de inhoud van mijn doctoraatsvoorstel. En dus ik had helemaal niet het gevoel toen ik daar buiten ging van, stel dat ze mij nu niet aannemen, dan zal het vanwege mijn beperking zijn. Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht van, oké, ze gaan mij gewoon een eerlijke kans geven. Dat was werkelijk wel het gevoel dat ik had. Nu, gelukkig, ik heb de baan toegekregen. En onderweg heb ik daar in Groningen heel veel steun gekregen en hulp gewoon van collega's, dus van mededoctoraatstudenten. Dus dat was eigenlijk zeer informeel geregeld. Hè. Die liepen met mij mee naar de bibliotheek om boeken op te halen als ik die nodig had. Als er eens iets gescand of zo moest worden of gekopieerd, als dat niet te veel was, dan deden ze dat ook met veel plezier. Dus ik moet zeggen, ik heb daar ongelooflijk veel aan mijn netwerk gehad. Maar wat ik me achteraf wel afvraag is, dat was heel informeel. Hè. Ik vraag me wel, stel dat ik nu eens structureel dingen had gevraagd en zo, weet ik niet of die er zouden geweest zijn. Hè. Wat er aan mogelijkheden waren om echt, ik zeg maar wat, een assistent te hebben die je helpt met het scannen van literatuur en zo. Dat heb ik allemaal zelf gedaan, of toch grotendeels zelf in mijn avonduren. Hè. Dus dat maakte wel de druk hoog. Mm-hmm. Hè. Dus ik moet zeggen, na die 4 jaar was ik ook wel behoorlijk moe en uitgeput. En ik was wel blij dat het boek af was. Ook al schrijf ik graag, maar de hele onderzoekskant was wel zwaar. En dus ik denk toch in die zin dat... als jij directe leidinggevende, zoals in mijn geval, die was heel begripvol en die ging zeker zijn best doen. Maar of dat heel structureel, denk ik dat er toch ook daar nog een hele weg af te leggen is. Vooral, het blijkt ook gewoon nu uit onderzoek dat ik gelezen heb van Nicole Brown. Die heeft veel onderzoek gedaan over diversiteit in de academische wereld. Het gekke is dat hoe hoger je komt in de academische wereld, hoe minder mensen met een handicap te zien zijn. Dus bij studenten, oké, daar is diversiteit redelijk. Maar dan op doctoraatsniveau is het al een stuk minder. Bij docenten en onderzoekers komen ze nauwelijks nog voor in de statistieken. Maar wat wil dat zeggen? Dat wil denk ik vooral vaak zeggen dat mensen er niet voor uitkomen. Dat ze allerlei beperkingen hebben en bepaalde zorgen nodig hebben, want ze zijn bang voor hun carrière. Gaat dat geen invloed hebben op hun carrière? Hè? Mm-hmm. Zeker mensen die een onzichtbare beperking hebben. Hè? Dus in mijn geval, ja, kijk, als ik ergens binnenkom met mijn stok en zo, dan ik kan moeilijk ontkennen dat ik blind ben. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die met klachten leven waar de buitenwereld niet zozeer iets van af weet. En ja, dat blijkt dus ook uit dat onderzoek dat het in de academische wereld ook nog te weinig gezien wordt. Ook al is het dus al een wereld waar men redelijk open-minded is, dat ook daar moet nog veel gebeuren. Studenten, kan je daarop terugkijken en denken dat is best de meerwaarde dat die een blinde docent voor hun neus hadden? Ja, ik denk dat eigenlijk wel. Ik had een site gevonden voor want ik vond het ook wel spannend hoor, om zo als blinde docent daar te gaan lesgeven. Maar ik had een site gevonden
van Amerikaanse docenten met een visuele handicap. En ik stond er werkelijk van te kijken. Dat waren dus niet alleen blinde mensen, maar ook slechtzienden. Die gaven les van echt tot in de kleuterklas, tot in, op academisch niveau. Dus je zou denken van oké, in het hoger onderwijs is het toch wel nog te doen, want je hebt niet zoveel ordehandhaving en zo. Maar er zelfs in de lagere school en zo gaven blijkbaar ook mensen les met een visuele handicap. Heel knap dat dat kan en dat ze dat, dat ze dat toch de mogelijkheden toe kregen. Maar in ieder geval, op die site had ik dus een paar supergoeie tips gevonden. Bijvoorbeeld, wees heel open over je handicap. Dat was punt 1 als je doseert vanaf het begin. En geef een voice recorder door de eerste les. En dus dat jij waar een ander gezichten kan oefenen, dat jij thuis stemmen kan oefenen. Dus je vraagt studenten zich voor te stellen. En dus dat neem je op. En dan vraag je om aan de studenten om de volgende colleges op dezelfde plek te gaan zitten. Dan heb je dus en de stem en de plek om aan elkaar te linken. En ik moet zeggen, dat was een fantastisch goede tip. Ik heb dat gedaan en ik heb er eigenlijk heel veel plezier van gehad. En ja, ook omdat ik toch vooral met teksten werk, was die communicatie toch vrij makkelijk met studenten. Ik geef geen wiskunde of zo, dus er waren minder problemen met afbeeldingen of grafieken of zo die ik moest laten zien. Dus dat was wel fijn. Zij hadden hun literatuurbundel, ik had de mijne op de computer. Sowieso, tegenwoordig moeten wij, als je op universiteit of hogeschool lesgeeft, al het materiaal aanbieden in een digitale omgeving, op een Blackboard site of zo. Dus alle communicatie loopt digitaal. En dat voor die Blackboard-omgevingen, die zijn wel heel, heel goed toegankelijk met spraak en braille software. Dus op die manier werkte dat wel goed. En om op jouw hele specifieke vraag te antwoorden van de studenten, ik denk wel, als ik de evaluaties las, dan als ze kritiek hadden of zo, dan ging dat eigenlijk nooit over mijn handicap. Ik heb zelfs dingen gelezen als, ja, dat ze het eigenlijk wel fijn vonden, of dat ze het zelfs vergaten op een gegeven moment dat ik blind was, omdat ze er gewoon niet zo mee bezig waren. Ja, ik bedoel, je gaat gewoon voor een groep staan, je vertelt. Studenten moeten presenteren, ik geef commentaar op hun presentatie. Ja, oké, ik kan geen PowerPoint beoordelen, maar ik vroeg aan een andere student dan om die PowerPoint te beoordelen. En op die manier, dat is ook niet de essentie van literatuur. Dus die PowerPoints, dus ja, weet je, dat liep al bij al wel vrij vlot. Ik kan dat niet anders zeggen. Ik vind het eigenlijk wel een mooie gedachte dat jij je dan ook letterlijk niet kan blind staren op bijvoorbeeld een typfoutje in een slide, waar een andere docent zich misschien aan zou ergeren dat het niet zorgvuldig is gedaan, maar dat je echt gewoon luistert naar de essentie, namelijk dat wat de studenten komen vertellen. Eigenlijk is dat wel mooi. Ja, en zeker omdat het dus over literatuur ging, hè, over geschiedenis, en dat we dan samen teksten gingen bespreken en lezen. En ik zei ook, kijk jongens en meisjes, als jullie een foto willen bij deze auteur, hoe die eruit ziet, zoek het op internet. Ik ga dat nu echt niet op mijn PowerPoint gaan zetten of zo. Want ik gebruikte soms wel een PowerPoint gewoon om de structuur van het college aan te geven. En de software voor jou om dat allemaal doenbaar te maken, dat werd gefaciliteerd? Financieel wel. Hè. Dus in die zin dat het wel ondersteund werd vanuit, dat was in Nederland het UWV, te vergelijken met de VDAB. Dus dat werd inderdaad wel voorzien. Dat was geen probleem. Nee. Oké, maar dat is goed. Nu ja, onderzoek toont dat personen met een arbeidshandicap hardnekkig achterop blijven hinkelen in de tewerkstellingscijfers. Nu, tegelijkertijd wordt diezelfde doelgroep benoemd als een van de rijkste bronnen van onbenut talent. Dus hoe kijk jij naar die tweespalt? Ja, ik denk dat dat absoluut klopt. Hè. Als ik ook gewoon in mijn omgeving kijk en zo. Ik ken wel best wat mensen met een handicap die werken, maar dat zijn ook vaak hoger opgeleide. En ik ken er ook heel veel die ondanks goede studies, et cetera, niet aan de bak komen. Dus dat is er zeker. Ik ken die statistieken ook. Dus het is heel duidelijk dat die achterstelling er nog
die kun je gewoon moeilijk ontkennen. Alleen al als we zien dat onze eigen overheid hun streefdoel niet haalt, hè, wat betreft de werkstelling van mensen met een handicap, dan ja, dat weet je eigenlijk wel genoeg. En zeker dat onbenut talent, dat is er ongetwijfeld. De meerwaarde van heel veel mensen met een beperking, ja, gewoon doordat je al vaak van jongs af aan gewend bent om met moeilijkere situaties om te gaan, of in ieder geval situaties waar niet aan jou gedacht is, dan maak je jou vaak al tot een ja, flexibel, inventief persoon. Ik denk dat wij zeer, over het algemeen zeer creatief zijn in het vinden van oplossingen. En ook goed kunnen samenwerken. Dat merk ik ook vaak. Want ja, mensen met een handicap, wij hebben vaak ondersteuning nodig voor bepaalde handelingen. En dan bijvoorbeeld van collega's, hè, wat ik, om maar eens bij mijn eigen ervaring te blijven in Groningen, hè, dus ik had die steun van collega's op de universiteit, maar natuurlijk probeer je dat op een bepaalde manier ook iets voor hen te doen dan, hè. Dus je gaat niet zomaar ervan uit dat iedereen voor jou komt opdraven en dat jij dan niks terug doet, natuurlijk niet. Dus dan las ik een artikel na van een collega, of dan konden ze bij mij langskomen als ze een vertaling nodig hadden of zo. Ik bedoel, dat gaat heel natuurlijk. Je probeert gewoon ja, dat soort hand- en spandiensten gewoon uit te wisselen en elkaar te helpen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen met een handicap geldt. En ja, zolang we als heel die doelgroep, hoe divers die ook is, zolang die doelgroep die kans niet krijgt om dat allemaal te tonen, ja, dan is het ook gewoon moeilijk. Ja, wel mooi dat je dat zo aanhaalt, hè? Die wederkerigheid. Daar zie ik ook een ongelooflijke kracht in eigenlijk. En ook misschien zelfs de manier waarop mensen met arbeidshandicaps op een hele natuurlijke manier, omdat het zo moet voor hun lichaam, bepaalde keuzes maken, hè? Tussen werken en leven, die misschien ook heel interessant kunnen zijn voor mensen die nog blaken van gezondheid, maar die dan bij wijze van preventie daar eigenlijk al iets aan zouden hebben. Vind ik een hele goeie. Ik heb niks anders gezien in de academische wereld dat mensen zich aan het overwerken waren, op de rand van burn-out zaten of gewoon in een burn-out terechtkwamen. Gewoon het afmeten van de kwantiteit, dus het aantal publicaties, hoe belangrijk dat was. En je denkt, ja, maar waar zijn wij mee bezig? We willen gewoon jonge mensen opleiden. We willen gewoon zorgen dat zij kritisch leren denken. Dat is de essentie van ons werk. En toch niet hoeveel publicaties jij in een vaktijdschrift hebt. Waar zijn we? Hè? Waar gaat dit over? En toch was dat zo. Hè? Als jij niet in dit A-tijdschrift gepubliceerd had, ja, dan had je weinig kans om... dan was die andere bij de sollicitatie zeker al een betere kandidaat. Hè? Dat soort onzin. En dat ik denk, ja, als persoon met een handicap, je hebt niet veel keuze. Je moet leren omgaan met die verschillende kanten van het leven. Dus niet alleen met die prestatiedruk. Je lichaam eist gewoon dat je daar aandacht aan besteedt. Dat het niet allemaal even snel kan. Dat het is, ja, dat je op tijd je rust moet nemen enzovoort. Dus dat is, ja, idealiter ga je toch veel beter je werk, je work-life balance beter bewaken, denk ik. Dat zou zeker zo moeten. En in die zin denk ik inderdaad dat de hele maatschappij daar heel veel van kan leren. Hoe wij tegenwoordig bezig zijn met productiecijfers, rendementsdenken enzovoorts in alle sectoren, dus zelfs in de zorg of zo. Mm-hmm. Dan denk ik, ja... laten we nu toch eens weer die mens centraal stellen en alle relaties, ook de relaties, onderlinge relaties tussen mensen, zoveel belangrijker dan al die economische groei. Laten we vooral dat eens schrappen, die groei, die bezetenheid op die kwantiteit. Hè. Mm-hmm. En dat is duidelijk iets wat mensen met een handicap als geen ander weten. Wij weten dat dagelijks hoe belangrijk dat is. Maar denk je dat juist dat doorgedreven prestatiedenken en de mens denken, dat mensen dan een duur ja, zodanig incorporeren dat ze het vanzelf als een bedreiging zouden zien om iemand
ja, bijna in dienst te nemen die daar loodrecht tegenin gaat, door gewoon hoe die is, omwille van een beperking of een handicap, zou dat een rem zijn, denk je, op die inclusie op de arbeidsmarkt? Zeker, ja. Ja, daar moeten we zeker niet. Mensen zijn gepokt en gemazeld in dat hele denken. En bedoel, we doen er op een bepaalde manier allemaal aan mee. Dat is ook het probleem. Hè? Dus ik wil het nu niet al theoretisch maken, maar wat de Franse filosoof Michel Foucault ook altijd zei, van normaliseren en discipline in de maatschappij, dat doen we allemaal. We incorporeren het zelf, we doen het zelf. Dus wat ik zeg, als ik dan in de academische wereld aan het werk ging, dan betrapte ik mezelf ook vaak op de gedachte, ja, ik moet nog die publicatie hebben in het begin. Hè. Het is maar langzamerhand pas, op een gegeven moment dat je daar kritisch naar leert te kijken, zeg je, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hè? Dat heeft zijn tijd nodig, maar in het begin doe je daar eigenlijk aan mee. En sterker nog, waar mensen die ziek of een handicap die ziek zijn of een handicap hebben, die gaan er zichzelf aan afmeten en dus ook een schuldgevoel ontwikkelen van ik kan niet mee, het zal wel aan mij liggen. Mm-hmm. En dat is heel nefast. Ik denk dat we daar heel erg tegen in moeten gaan en mensen proberen aan te moedigen om ze vooral niet zo te gaan denken en hun eigen kracht te blijven zien en dus ook hun beperkingen. En dus juist door bewust te worden van die handicap en wat dat, ja, voor jouw leven betekent, dat kan juist helpen, denk ik, als je daar zelf bewust over gaat nadenken. Dat kan jou ook een kritisch perspectief geven op heel die, ja, op heel dat gedoe, op heel die, dat gestreef naar winst en rendementcijfers. Maar dat maakt jou inderdaad soms misschien tot een moeilijke klant, want dan kom je inderdaad, zeker in een commercieel bedrijf, hè, wel eens in botsing met leidinggevenden die daar nog niet zo kritisch naar kijken, die daar wel helemaal in meegaan. En ja, dat zal zeker een groot probleem zijn. Aan de andere kant, en bedoel, want ik ben ook geen zwartkijker, ik zie ook wel dat in de hele maatschappij de kritiek op het marktdenken toeneemt. Ja, 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 zeker. Dus dat vind ik wel een zeer positieve. Dus dat is echt... We merken hoe nefast het is als jij in je onderwijs alleen maar kijkt naar slaagcijfers en niet meer naar de studenten als jonge mensen. Of in de zorg, als je niet meer kijkt naar de patiënt, maar wel naar het aantal operaties dat je uitgevoerd hebt. Mm-hmm. Of je je productiecijfers wel haalt, want zo wordt dat dan door het management in ziekenhuizen genoemd. Ik denk dat we daar allemaal wel ergens onze buik vol van hebben. Zeker. Dus ik bedoel, er is nog heel veel werk hoor, dus ik ga dat niet ontkennen. Maar ik merk wel dat daar een kentering is. Dat neoliberale gestreef en zo van de jaren 90, begin 2000. Ik heb de indruk dat dat absurde toer is. Langzamerhand. Ja, nochtans, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het onderzoek dat al gedaan is in het kader van wat zijn nu eigenlijk de voordelen van het aanwerven van personen met een arbeidshandicap, dan ook daar ligt de focus effectief op winstmaximalisatie, op betere prestaties, op een beter imago van het bedrijf bijvoorbeeld. Hè. Dus, en dan in de kritische noten lees je dan van ja, er is eigenlijk meer onderzoek nodig naar wat het oplevert voor de mensen zelf. Ja. En ook bijvoorbeeld echt analyses van is die inclusie er dan echt op de werkvloer of is die er enkel imago-gewijs? Hè? Dus, en dat vind ik interessant. Dan denk ik, ja, die studies zou ik ook heel graag lezen. Ja, dus... die gebeuren nog veel te weinig. Hè? Ik wil niet in clichés vervallen, maar het is wel zo. Kijk, bijvoorbeeld blinde mensen, wat ik ook ooit eens las, die werden luisterexperts genoemd. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie. En er is wel iets van aan. Hè. Wij zijn zo aangewezen op dat gehoor, dat ook dat weer een voordeel kan zijn. Mijn eigen vriendin, die werkt bij verschillende hulplijnen.
En dat is iemand met een enorme luistervaardigheid, luisterbereidheid ook wel naar mensen. En dat heeft natuurlijk niet alleen met haar blind zijn te maken, maar wel ook met haar psychologisch inzicht en dergelijke. Maar wat zij hoort in een stem. Hè, dus de nuance in een stem, de emotie die mensen soms proberen te verbergen in hun woorden, in de betekenis van hun woorden, maar toch in hun stem doorklinkt. De stem kan niet liegen. Dus als jij daar als je een goede luisteraar hoort dat. Een stem is een open gezicht eigenlijk, heel vaak. En dus dat zijn dingen die denk ik waar blinde mensen heel bewust van zijn. Dus ook, ik denk dat we dus ook moeten soms kijken naar het specifieke handicap Ja, en wat zeker. brengt dat voor vaardigheden Ja, mee, heel hè? mooi. Dus ja, dat is mooi. Wacht, ik heb recent ook een fijn boek gelezen van Magalie de Reu, Out of Ja, the Box. ik door jou heb ik die naam Ah ja, gezien. Ja. waarin dat ze zo, wat zei ze, mijn beperking is ook een versterking of zoiets. Ik vond dat Ja, een heel mooie mooi. woordspeling, dat ik Ja. denk van ja, die versterking die zit ongetwijfeld in iedereen en in elke vorm van handicap of beperking. Dus dat is een mooie manier om er naar te kijken. Nu ja, het project Go for Diversity wil in de eerste plaats werkgevers aanspreken, maar richt zich eigenlijk ook op het stimuleren van een inclusievere visie bij arbeidsbemiddelaars en op het empoweren van mensen met een arbeidshandicap zelf en hun vertrouwenspersonen. Wat denk jij van die aanpak? Ik denk dat dat wel een goede aanpak is, omdat ja, het is duidelijk een complex probleem. In de zin dat ja, werkgevers staan er vaak nog niet open voor, of in ieder geval ze hebben de kennis er ook niet over. Hè? Dus het lijkt ver van hun bedshow. Ik denk echt niet dat elke werkgever per se weigerachtig tegenover elke sollicitant met een beperking staat. Dat denk ik niet. Maar vaak, ook in mijn ervaring, is dat ja, van ja, maar wij kennen niemand met een handicap of wij zijn daar niet mee bezig. En terwijl dat niet waar is, hè, als je dan even doorvraagt, natuurlijk kennen zij wel mensen met een handicap of zelfs in hun eigen familie, uiteraard. Want wat wil je met zo'n minderheid, hè, met 15% of zo van de mensen die met een handicap leeft? Natuurlijk, iedereen kent mensen met een handicap. Maar er wordt gewoon niet zo goed over nagedacht. Dus ik denk dat werkgevers vooral die kennis en die dialoog ja, aangeboden moeten krijgen met ervaringsdeskundigen om, dus, ja, om die vooroordelen te doorbreken. Dus dat lijkt me zeker een goeie. Maar dat is niet anders bij arbeidsbemiddelaars. Maar ook dus om het bij onszelf te houden. Mensen met een handicap of chronisch zieke mensen. Ja, die zitten vaak ook vast in een label. En waar we het al daarnet even over hadden, even, soms zelfs een schuldgevoel of een stigma dat ze zichzelf te veel opkleven van ja, ik kan dat toch niet. En ook trouwens, naast de omgeving kan daar ook in bijdragen. Hè? Als jij mensen beperkt, zegt van ja, dat zal toch niet gaan voor jou. Ja, dat is natuurlijk. Met zo'n mentaliteit komen we nooit verder. Dus in die zin denk ik echt dat het zo'n drietrapsraket moet zijn om die diversiteit te verhogen op de arbeidsmarkt. Hè? Ja, Dus laten we eens bij ja, op alle drie die ja, spelers ja, ja. inzoomen. Te beginnen bij de werkzoekende met een arbeidshandicap zelf. Welke kennis en kunde zou jij stimuleren? Bij de werkzoekende, ja. Ik denk dat het belangrijk is om te weten wat voor mogelijkheden er zijn aan mogelijke aanpassingen op de werkvloer. Dat je dus niet op voorhand al denkt van, ja, ik kan toch niet in een bedrijf gaan werken, want daar zijn geen aanpassingen mogelijk die voor mij van belang zijn. Als jij bijvoorbeeld ja, een bepaald zitmeubel nodig hebt, of als jij een bepaalde werktafel nodig hebt, of weet ik veel wat, of je ja, of automatische deuren, ik zeg maar wat. Dus dat er wel degelijk van dat soort aanpassingen mogelijk zijn, dat daar ook premies voor zijn enzovoort. Dat lijkt mij een hele belangrijke, dat die kennis vaak ontbreekt, hè. Maar ook wel het idee dat, of niet eens het idee, maar meer de praktijk dat
als je gaat werken en solliciteren, dat het ook echt lonend is. Dus dat je dan automatisch, dat je dan niet meteen je uitkering kwijt bent, maar dat er dus meer een soort cumulatief systeem mogelijk is, veel flexibeler dan nu, dat jij een salaris kunt krijgen en daarnaast een deel van jouw uitkering dat jij nodig hebt voor je extra kosten. Dat is nu wel iets verbeterd, hè. Ze hebben nu dit jaar dat plafond nu wel iets opgetrokken. Maar toch, heel vaak hebben mensen met handicap nog steeds het gevoel, als ik ga werken, dan ga ik er financieel op achteruit. En dan ga ik in ieder geval ook niet meer aan mijn behoeften kunnen voldoen. Dus ook dat is voor, denk ik, voor de werknemer heel, heel erg belangrijk. Dat, op die niveaus, dat daar, maar ook dat de misvattingen daaruit zijn, want dat klopt natuurlijk niet. Die angst is niet altijd terecht. Hè, nee, nee, precies. Dus die angst zit soms bij werkzoekenden, terwijl die, wat je zegt, die is niet altijd terecht. Hè. Dus ook bij ons, bij onze doelgroepen, zitten ook veel misverstanden. Dus ik denk dat dat belangrijk is ook op dat kennisniveau. Om daar meer cursussen en trainingen voor te organiseren, zeker. Ja. Maar misschien ook wel een oproepje richting beleid om het allemaal wat transparanter en duidelijker te maken. Ja, heel belangrijk, absoluut. Hè. Dus ik heb zelf bij, onder andere was Grip daar ook een organisator van, een cursus nu gevolgd voor inclusiementor en om dus inderdaad werkzoekenden met een handicap te matchen. Aan bedrijven en zo. En dan merk je wel dat het best wel ingewikkeld is. En de bereidheid is er wel bij de verschillende diensten, VDAB en dergelijke, maar het is niet eenvoudig. Het kan, die regelgeving moet duidelijk simpeler. Absoluut. Ja, oké. Nu eventjes over naar de arbeidsconsulenten. Hè. Die horen eigenlijk een brug te bouwen tussen werkgevers en werknemers met een bepaalde beperking. Dus ik wou je vragen om eens de oefening te maken van leef je eens in. Stel dat jij nu een arbeidsbemiddelaar bij jou krijgt, hoe zou jij willen dat zo'n proces verloopt? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het vooral heel fijn zou vinden als zo'n bemiddelaar op mij afkomt met het idee van wat zijn nou jouw dromen? Wat wil je realiseren? Wat zijn jouw verlangens in een job? En wat vind je belangrijk? En wat zijn jouw mogelijkheden, wat zijn jouw kwaliteiten? Dus positief beginnen. Dat lijkt mij heel belangrijk. Dus iemand die zich openstelt, niet meteen denkt van iemand die blind is, dat roept weer allerlei meteen beperkingen op en dit kan niet en dit kan. Nee, anders. Dus juist eerst eens kijken naar de mogelijkheden van de persoon. Dat zou ik heel fijn vinden. En dan samen verder gaan kijken, jouw talent ligt misschien in schrijven, in lezingen geven, in voordrachten, dat soort dingen zou dat dan bij mij misschien zijn. Maar dat we dan eens gaan kijken van welke jobs komen daarvoor in de aanmerking. En dan bij specifieke vacatures werkelijk gaan kijken, wat voor aanpassingen kunnen we nu voorstellen? Wat heb jij hier nu nodig om die taak in te vullen? Dus dat je eigenlijk al vanuit een positieve insteek vertrekt en dat je dan gewoon gaat kijken, wat is er praktisch nodig? Wat moet er voorzien worden? Maar veel meer op die manier vertrekken dan meteen van wat er, alle jobs maar gelijk afstrepen, dat je denkt, dat past toch niet. Hè? Ja, oké, mooi. Dus echt vanuit jouw persoonlijke ervaring, dus zoals je daar straks al zei, van de mens centraal zetten en van daaruit vertrekken. Nee, tof. Oké. En als laatste uiteraard de werkgever zelf. Hè. Literatuurstudies tonen ook aan dat er nog heel veel vooroordelen zijn of dat die toch vaak baas zijn in de hoofden van werkgevers als het gaat over personen met een handicap. Welke misvattingen zou jij nog heel graag de wereld uithelpen? Eigenlijk mensen met een handicap altijd dus een verliespost zijn of zo. Hè? Om maar weer in dat rendementsdenken te stoppen. Dus dat je is
ja, dat niet economisch gaat bekijken. Trouwens, dat is niet eens altijd zo, hè. Niet iedereen met een handicap of een ziekte zou economisch zelfs een verliespost zijn. Dat is überhaupt een misvatting. Maar gewoon in het algemeen dat je dat eens durft los te laten en te kijken van ja, maar wat heeft die persoon te bieden? Dus dat zou ik gewoon heel graag willen zien. Dat weer niet meteen het tekort en het niet kunnen gezien wordt. Hè. Dus, maar wel een potentieel. Misschien zijn er, ik ben dat dus niet misschien, ik ben het 100% zeker, iedereen heeft zoveel potentieel en dan bedoel ik van onvermoede mogelijkheden, want dat is uiteindelijk wat een potentieel is. Dus dat je eens ja, open dialoog gaat voeren met sollicitanten. En dus dat denk ik is heel belangrijk. Trouwens, werkgevers moeten ook meer kennis krijgen over al die voorzieningen die er wel zijn. Hè? Want daar zijn natuurlijk ook heel veel misvattingen over. De kosten, ja, tuurlijk. Dus ook daar moeten we... Ook daar moet die kennis duidelijk beter. Hè? Dus... En dat je niet kunt verwachten van elke sollicitant met een handicap dat die alle ins en outs van het arbeidsrecht en mogelijkheden van de VDAB en dergelijke kent. Je moet ook, hè, dat je ook als werkgever daar open voor staat en weet hoe het zit, wat jouw rechten en plichten zijn ten opzichte van mensen met een handicap. Dat lijkt mij ook wel heel belangrijk. Hè? Mm-hmm. Dat lijkt mij wel de hoeksteen, hoor. Ja, misschien afrondend, als we nu tegen jou zouden zeggen, Piet, bedenk eens een sensibiliseringsactie om werkgevers een beetje meer een inleving te geven in de wereld van personen met een arbeidshandicap. Wat komt er dan heel erg spontaan in je op? Wat zou jij doen? Heel spontaan speeddaten. Gewoon praten met elkaar. Breng eens groepen mensen bij elkaar. Ik moet zeggen, ik weet dat soms niet iedereen apprecieert dat initiatief zo, maar bijvoorbeeld Human Library idee, dat je dus... ik heb dat een paar keer gedaan, ik vond het eigenlijk super tof. Dat je dan met mensen gewoon gaat praten of anders dat mensen naar jou kunnen komen die gewoon vragen kunnen en open mogen stellen van over jouw leven als blinde persoon in mijn geval dan en dat je die kans zou krijgen dat je gewoon met een heel divers gezelschap van personen met een handicap, verschillende handicaps, verschillende achtergronden, verschillende beroepen, studies, et cetera, alles wat je wil, is met een hele groep diverse bedrijfsleiders kunt gaan praten. En gewoon eens, met iedereen eens 2-3 minuten praten en met wie het leuk is wat langer. Dat soort dingen, volgens mij werkt dat wel. Ja, dat is een mooi idee, een mensenbiep. Ja. Mooi, dankjewel Piet. Graag gedaan. Dankjewel om te luisteren naar Inclusief, wat blief. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Europees Sociaal Fonds. Ga zeker ook eens kijken naar de website www.gavoordiversiteit.be. Je vindt er heel wat informatie, zowel als werkgever, als arbeidsbemiddelaar of als persoon met een arbeidshandicap zelf, over wat het betekent en wat de meerwaarde is om inclusief aan de slag te gaan.